Helemaal leuk je te kijken naar een nieuwe video van mij, Faiyaki No Way. We gaan vandaag verder met de campaign Farm Far Cry 4. En ja, ik ben hier ergens in the middle of nowhere. Dit was mijn laatste drop-off punt van de bloeddiamant van de vorige missie. Ik zie hier een heel mooi autootje staan. Ik denk dat we deze maar gaan gebruiken naar onze volgende destination. Of ik gebruik een fast travel, dat gaan we nu bekijken. Want de volgende missie is... Eens even kijken, ik denk dat het inderdaad een fast travel wordt, want het is best weer weg. Is de missie van Amita. En dat is een campaign missie, dus daar moeten we weer zo snel mogelijk heen. En ik kijk eventjes... Ja, hier zit een fast travel point. Dus laten we die kant maar opgaan, zodat we niet zo heel ver met een autootje hoeven te rijden. En dat autootje zag er al niet al te goed uit, dus... Ik weet niet of hij het überhaupt ooit gehaald had. Maar we zijn nu gelijk in de buurt. We zijn hier weer in mijn nederige stulpje. En eens even kijken, we hebben hier een kast. Dit is een kast inderdaad, maar is dit een wapenkast? Volgens mij wel. Ik heb op dit moment een PKM geunlocked. Dat wapen had ik opgepakt van de grond. Die had ik echt nodig om dat gevecht daar te overleven. Want ik was toen out of ammo. Maar... Het is wel leuk, zo'n light machine gun. Heeft lekker veel kogels, kan je lekker mee rachen, maar hij is niet echt precies. Dus ik dacht van, laat ik mijn wapen maar weer eens even gaan omswitchen. We gaan even kijken bij kopen en aanpassen. There we go, we gaan naar wapens. En we pakken even het wapen die ik de laatste tijd veel gebruik. Ik zit even te kijken, kan ik deze upgraden? Nee, volgens mij niet. Aanpassen. En voor mij zijn er geen upgrades voor available, dus ja, dat wapen blijft net zo kut. Ik zie hieronder nog wat leuke dingen. Ik heb gehoord van mensen dat een boog super goed was. Dus misschien toch maar eens met de boog aan de gang. Hij is waarschijnlijk chill voor op afstand. Maar ook van dichtbij. Alleen ja, als je misschiet dan heb je een probleem. En ik moet eigenlijk iets gaan zoeken. Volgens mij een backpack of zoiets. Ik weet niet of ik die ook kan kopen. Of dat ik die moet maken. Bepansering... Ik heb van mensen gehoord dat als je inderdaad een bepaalde tas hebt, dat je een extra primary weapon bij je kan hebben. Dat zou super handig zijn. Of ik moet die zelf gaan maken, maar moet ik dan uit gaan zoeken. Maar ja, tot nu toe ben ik nog nooit echt bezig geweest met het maken van items. Omdat, ja, weet je, als je zo'n video maakt, is het niet echt leuk om in je video op zoek te gaan naar plantjes en dergelijke. Om een tas bij elkaar te sprokkelen. Maar oké, een pijl en boog. Kost 60.000, valt redelijk mee. Alleen, ja, heb ik er nou zoveel aan? Dat is de vraag. Ik zit even te kijken of er nog andere goede wapens tussen staan. Vlammenwerpen, superleuk, maar totaal niet nuttig, denk ik. Misschien in bepaalde situaties als je dingen in de fik wilt zetten, maar nu niet echt. Dit zijn allemaal wapens die je inderdaad kan vrijspelen als je buitenposten gaat bevrijden en zo. Eigenlijk allemaal wel belangrijke dingen voor best wel goede wapens. Voor mij is deze ook best wel chill. We bereiken karma niveau 6, dus dan moet je al die karma gebeurtenissen gaan doen. Maar ik denk dat ik dit soort dingen toch maar eens een keer samen met Ice Mercy moet gaan halen. In het Free Roam in de wereld. Het is ook alweer een tijdje geleden dat wij samen Far Cry 4 hebben gespeeld. Dus dat moet binnenkort ook maar weer eens aankomen. Maar ik denk dat ik maar weer eens in de gang ga. Toch met mijn STG-90. En ik heb nu heel lang lopen lullen over wapens. En ik denk dat jullie nu snel gameplay willen zien. Dus laten we daar snel mee beginnen. Het enige wat ik nog wel nodig heb zijn wat kogels. En inventaris aanvullen. There we go. Als het goed is heb ik nu weer aardig wat sexy kogeltjes erbij. Waardoor ik weer aardig wat mensen neer kan knallen. Wat hebben we nog allemaal voor zooi opgepakt? Flesje alcohol. Nou, het heeft niet echt heel veel nut op het moment dat je aan het schieten bent. Ik denk dat je aan scheef schiet. Klassieke porno. Hartstikke leuk, maar dan mag ik dat niet op YouTube laten zien. Opiumbal. Wel heel veel drugs hebben, zie je. Zeg, jezus. Je kunt niks verkopen. Je portefeuille is vol. Voorwerpen uit je rugzak. Oké. Is goed. Ik ga mijn rugzak zo even checken. Oké. Even kijken. Mijn rugzak. Waar kunnen we mijn rugzak vinden? Vaardigheden. Ik wil op dit moment geen punten om uit te geven. Kijk. Voorwerpen maken. En hier zie je inderdaad een rugzak staan. En... Dan heb je meer... kun je extra voorwerpen meenemen. Eens even kijken wat nou dat wapending was die ik echt moet meenemen. Portefeuille, nee.
munitiebuidel. Ik denk dat dat ook niet al te gek is. Misschien om gewoon toch eens een keer maar gewoon wat dieren te gaan vermoorden. Om deze dingen te unlocken. Want ik denk dat ik het op deze manier niet lang kan volhouden zonder deze tassen. Dus misschien gaan we hier ook nog een beetje naar kijken op het moment dat ik aan het spelen ben. En een dier zie lopen. Gaan we lekker jagen in video. En dan hebben we kijken, een middelgrote buidel voor flares, raketten, vlammenwerperbrandstof, een granaatwerper, ammunitie. Dit is voor pijlen. Explosieve buidel. Projectiele buidel. Munitiebuidel. Ja. Maar ja. Een holster. Ruimte voor één handgeweer. En twee andere wapens. Dus kunnen we die maken? Nee, we hebben inderdaad 3 keer een Indische tapier voor nodig. Dus ja, het is. Toch moet ik dit toch maar eens een keer gaan doen. Vooruitgang. Er zit 14 van de 32 campaign missions. En ja, mijn rugzak heeft op zich al genoeg plek, zo te zien. Maar ja. Kijk wat er allemaal in mijn rugzak zit. Ja. Er is één ding die wel echt handig is om even mee te nemen. Of in ieder geval om te kopen. En dat zijn een aantal spuitjes. De medische spuiten zijn best duur. Maar het zorgt er wel voor dat ik in hele moeilijke situaties het kan weten te overleven. En bepansering laten we dat ook maar gewoon aandoen. Een huurlingen upgrade. Ja, weet je, huurlingen. Dus komen je helpen. Het is duur. Weet je, we upgraden hem 1 keer. En we kopen hem ook. Oh, we hebben hem 3 keer al bij ons. Nou, dan hebben we in ieder geval dit. Toch moet mijn karma niveau maar als ik hem omhoog doe. Dan kunnen we echt de shit, de moeilijke missies gaan doen. Want ik denk dat het uiteindelijk wel echt nodig is. Nou, laten we naar buiten gaan. Ondertussen zit ik hier al, wat is het, 5-6 minuten hier in het huis, denk ik. Misschien al langer. En ja, laten we richting ons objective gaan. Laat ik een waypoint snel zetten. Zodat er ook nog iets nuttigs gaat gebeuren in deze video. Hier zit Amita. Die zit weer ergens verscholen in niemands land. En we gaan op zoek naar een auto. Een auto. Ik zie nergens een auto. Hé, een squad. Hé, hey, even wachten jij. Oh, dat is een vijand. Oké. Ja. Nou, bedankt voor de squad. Nadeel. Ik ben niet zo fan van jouw manier van. Hallo. Van manier van aankomen. Hij ziet me, hij begint gelijk om te schieten. Vind ik niet aardig. Maar dan moeten we wel de goede kant op gaan. Ik reed gewoon de goede kant op. En laten we reizen richting de markering aanzetten. Dan heet hij weer de autopiloot. En dan rijd je voertuig wat makkelijker de route. Dan hoef je wat minder te sturen. Dan stuurt hij een beetje vanzelf. Behalve als ik te hard rijd natuurlijk. We volgen het weggetje hier omhoog. We gaan terug de bergen in. En dan moet hij hier naar rechts. Yep. En gaan naar boven. Ik snap niet wat Amita nou weer daarboven op een berg doet. Het is echt overal nergens altijd te vinden. Maar ja, het zal vast wel een goede reden voor zijn. En dat zullen we zo gaan zien. Nou, het lijkt erop dat ik niet verder kan als dit. Ik denk dat ik verder naar boven moet gaan klimmen of zo. Dus laat ik snel. Oh shit, zijn dat vijanden? Nee, die horen bij mij. Die zijn wat gauw golden pad. We moeten hier omhoog klimmen, zo te zien. Je kan zien waar je omhoog moet klimmen aan de touwen die aan de rotswand hangen. Maar ja, hier hangen geen touwen meer aan de rotswand. Klimmen. Ah ja, ik kan gewoon best wel hoog springen. Nou, we zijn bijna boven aangekomen. En ik vraag me af wat Amita ons weer te mededelen heeft. Dus even kijken, zit hier in een huisje. Ze heeft best wel een mooi huis. Een berg, mooi uitzicht. Ja, dat heeft ze goed geregeld. De vraag is, waarom is ze bij dit huis? Het wordt beschermd door jongens van de Golden Pad. Dus laten we aankloppen en kijken waar we het over gaan hebben. Oeh. Oeh, ze is boos. Oh, damn it, we could have built a proper clinic. But no, Sabal says drugs are bad and you torch our fucking future. I don't think you understand. Oh, shit. Did I speak out of turn? Should I walk 10 feet behind you with my head bowed? You really? Didn't see Kimat before the war. I was 6 years old when I was told I had to marry. 6! That's the world Sabal is fighting for. Just saying.
Juist. Kira statues. Paul's trying to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Bar. Right now it's the last thing we need. Oké, het lijkt erop dat ik iets met beelden moet gaan doen en de eerste moet gaan beschermen. Yep, daar lijkt het wel op. De missie heet De Slapende Heiligen. En ja, laten we die kans maar opgaan. Sorry mevrouw dat je zo boos bent geworden, Amit. Het spijt me. Ik had eigenlijk, ja, heb ik een chick boos gemaakt. Dat is hetgeen wat je nooit wil doen. Eens even kijken. Ik zie daarboven een hele grote beelden staan. Ik denk dat ik daarheen moet. Laten we ondertussen maar mijn automatische piloot weer aanzetten. Oh shit, geen signaal. Oh kijk, dan kan ik gelijk niet meer normaal rijden. Dat was mijn geheime manier om goed te kunnen rijden in dit spel. Maar nu moet ik het handmatig doen. Hoe de fuck gaan we naar boven komen? Laat ik eerst even op de map kijken. Misschien is er wel een makkelijke manier om naar boven te komen. En ja, ik zit een beetje te kijken. Ik vind het eigenlijk best wel fijn om een map te hebben voordat ik daarheen ga. Misschien moet ik dan eerst even deze klokkentoren zien te bemachtigen. Weet je, we doen dat eerst. En daarna gaan we naar deze doelstelling toe. En gaan deze beelden beschermen. Dan zien we tenminste een beetje wat hier gebeurt. Lijkt me wel handig. En misschien is het wel een mooie helikopter of zo, dat ik daar makkelijk heen kan. Nou, we gaan op weg naar de toren. Deze moet ik bevrijden om stukken van de map te kunnen zien. En om ja, bepaalde gebouwen en dergelijke in deze omgeving te bemachtigen. Of nou ja, te weten waar ze zitten, zeg maar. Je krijgt zo'n heel leuk filmpje altijd te zien als je dat ding hebt gecomplete. Ik hoop alleen niet dat deze beschermd wordt. Ik zie in mijn beeld markers van vijanden die mij spotten zojuist. Dus het lijkt erop dat ze nu al weten dat ik eraan kom. En daar ben ik niet zo blij mee. Het staat hier wel echt op een kutplek. Hoe de fuck kom ik daarboven? Oké, karma gebeurtenis. Nou, we hebben geleerd van wat er eerder gebeurde. Karma gebeurtenissen moet ik nu wel gaan uitvoeren. Zo. Zoek een dekking achter mijn squad. Hopelijk blijft het nog een beetje heel, want ik heb ze wel nodig. Het lijkt erop dat ze niet blij zijn met mijn komst. Ik ga netjes voor de headshots. Zolang dat lukt. Ik kan nog steeds richten in deze game. Niet het makkelijkste. Ik word ook van de zijkant beschoten. Oh shit. Oké, daar had ik niet op gerekend. Laten we snel dekking zoeken tegen de rotswand. Kunnen ze mij nog vanaf hier nog steeds raken? Ja. Ja, ik heb hem geraakt. Hopelijk is hij dood. Ik ben zojuist meerdere keren geraakt door een sniper. Er wordt nog steeds volgens mij geschoten door een sniper. Het lijkt op dat de jongens van de Golden Pet zijn aangekomen om mij te helpen hier. En dit is het moment dat ik bijna dood ben. Hopelijk raakt de sniper niet nog een keer. Ik sta hier, nou, niet helemaal veilig, maar wel een soort van. Ik moet niet te vroeg juichen, want hij schiet nog steeds op me. Het lijkt erop dat ik hem heb geraakt, want ik zie hem links in mijn beeld staan 10 XP erbij. Nou, snel mijn teammates helpen. Dat is voor mij het laatste target. Ga dood. Huppakee, there we go. Headshot. En hebben we nou deze karma gebeurtenis al gecomplete of niet? Ze zoekt nog steeds dekking, dus ik weet niet of het al veilig is. There we go. Karma gebeurtenis, moord. Oké. Ik zie daar nog iets, steeds iets. Oh shit. Oh nee, er is iemand dood van het Golden Pet. Dat hadden we natuurlijk niet gewild. Ik heb dus niet goed genoeg geholpen. Nou ja. That felt like a lifetime. Oké, ga jij hier achter de turret deze omgeving beschermen? Dan ga ik proberen naar boven te komen. Ik zie hier iets waar ik volgens mij een grappling hook heen kan schieten, waardoor ik mezelf op kan trekken. Zie ik het goed? Ja. Maar, yes, vanaf hier kan ik de grappling hook gooien. Netjes gegooid en laten we snel omhoog klimmen. Dan kunnen we bovenop deze berg zien te komen en deze overnemen. Maar voordat we er zijn, zijn we nog niet helemaal veilig. Er zat een sniper, maar ja. Ik denk dat die wel beschermd wordt door meerdere eenheden. Ik zie wel dat ik hier naar boven moet. Kan ik hier weer netjes omhoog klimmen? Yes, there we go. Ik hoor de radio constant uitzenden. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Nou, goed kijken. Het lijkt erop dat het redelijk veilig is hier. Maar nooit te vroeg juichen. Dus
Kijk, ik zie hier nog een aantal wapens. Even kijken of hier wapens tussen zitten die ik nog niet heb in mijn collectie. Nee, ik heb in ieder geval veel ammo gepakt hier. Dat is natuurlijk super handig. Er hangt hier ook iets om te lezen. Nou, niet heel boeiend. Ja, daar ben ik weer. Mijn telefoon ging even. Maar we gaan verder. Ik moet hier boven zien te komen. Dus we kunnen hier volgens mij omhoog klimmen. Je kan eigenlijk altijd de plekken zoeken, de plekken vinden waar je omhoog moet klimmen als er touwtjes hangen. En dat is hier dus het geval. We lopen verder omhoog. En even kijken waar kunnen we lopen zonder naar beneden te vallen. En te pletter te vallen. Even kijken. Ja, hier zijn ook touwtjes. Dus we klimmen hier naar boven. En dan lopen we hier dit krakkerige, mikkerige houten trapje omhoog. Hopen dat er geen treden tussen uitbreken. En dan kunnen we hier doorheen. Als ik deze doosje aan de kant duw. Ga weg. Dan lopen we over een houten plank heen. Ik vind het steeds minder veilig worden. En ik zie hier weer touwtjes hangen. Dus hier kunnen we omhoog klimmen. Voor mij zijn we nu bijna boven in de toren. Ja, je hoort het hout kraken. Voor mij staat de toren bijna op instorten. Dus let op waar ik mijn voeten neerzet. We moeten nou ook nog een houten laddertje op. En we zijn inmiddels nog steeds niet helemaal boven, of wel? In ieder geval, dit is de plek waar we nou op zoek waren. We gaan het signaal kapen. We maken de transmitter kapot. En there we go. We hebben een nieuwe klokkentoren bevrijd. Waardoor we nu een leuk filmpje krijgen, waardoor je de omgeving kan zien. Wat hebben we hier allemaal in de buurt? Een... ja, wat is het? Een ja, soort van garageachtig iets. Een klein verlaten plekje met wat auto's en huisjes. En voor mij een locatie waar de Golden Pet iets aan het doen is. Maar oké, we hebben de toren bevrijd. En we hebben nu een aantal handelsposten hier bevrijd. En een aantal nieuwe activiteiten. Ja, laten we even de map checken. Want nu hebben we wel als het goed is een goed overzicht over dit gebied. There we go, je ziet de mist wegtrekken. En we moeten nu hierheen. Naar ons huidige doelstelling. There we go. En de vraag is, hoe kunnen we zo snel mogelijk komen? Ik hoop dat er een kabel hierheen loopt. Zodat we hier een auto kunnen pakken die daar staat. En richting ons objective kunnen gaan. Naar de slapende heiligen. Dus even kijken. Welke kant moet ik dus op? Ik moet die kant op. Ik zie daar een auto. Maar volgens mij kunnen we daar komen door deze... om dit tokkentouw te gebruiken. En dan zie ik het daar ook in naar beneden lopen. Dus dan komen we waar ik heen wil. Dus laten we A indrukken. We glijden naar beneden met hoge snelheid. En dan is het belangrijk dat je er op tijd afspringt. There we go. Huppakee. We leven nog. Er wordt hier flink geschoten, hoor ik. En ik zie hier een aantal spelers van het Golden... of een aantal mensen van het Golden Pet... onder vuur genomen worden door... oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Ga niet in de fik... ah, ik kan je niet meer helpen. Sorry. Het enige wat ik kan doen is de vijanden uitschakelen die zojuist op jou hebben geschoten. Dus even kijken. Het huisje staat in de fik. Hopelijk fikt het niet helemaal af. Dat zou zonde zijn. Oh shit. Het zijn pijlen boven, dude. Die zijn heel sterk. Hou ei eigenlijk om te genezen. En eigenlijk wil ik mezelf genezen zonder de spuit te gebruiken. Maar volgens mij gebruik ik nu standaard de spuit. Dat vind ik zonde. Want als je geen spuit hebt, dan... gaat hij gewoon met een aantal verbandjes om je arm heen. Wat hoor ik hier? Een gewapende escorte. Weet je, we voeren het gewoon even uit. En daarna gaan we door naar ons hoofdobjective. En hopelijk is dat niet al te lang. Maar we zullen het zien. Bereik het konvooi. Het konvooi. Waar is het konvooi? Het konvooi is hier beneden. Volgens mij op de plek waar ik ook heen wilde. Ja, yep, inderdaad. Nou, het is ook de auto waar ik heen wou. Dus laten we hier naar beneden gaan. We gebruiken het tokkentouw opnieuw. We hebben een super hoge snelheid. Ik wil niet te pletten vallen. We kunnen elk moment aandrukken. En loslaten. Zo. Geen damage opgelopen. Oké, er komt nu een gewapende escort aan. Begeleid de vrachtauto. Verdedig de lading. En repareer het voertuig als het beschadigd is. Het voertuig gaat pas verder als jij erin zit. Oké. Nou, bescherm de truck. Oké. Wat zijn dit?
liggen hier wel leuke wapens. Liggen hier noobtubes. Ik kan een noobtub omruilen voor mijn tweede pistool. Kijk, daar heb ik wel wat aan. Nou, dan heb ik nu gewoon twee goede wapens. Kijk, dat scheelt. Bescherm de truck, oké. Nou, dit is de truck. Ik bescherm hem nu. Moet ik erin gaan zitten of zo? Mag ik erin gaan zitten? Is er geen plek voor mij? Voorzichtig. Oh shit. Hij zegt dat er een sniper is. Waar is die sniper dan wel? Ik weet het niet. Moet ik er bovenop klimmen? Kan dat dan? Juist. Oh. Wow, oh, oh. Moet je er wel op gaan staan. En niet aan de zijkant. Dat is niet zo handig. Kijk, there we go. Nu gaat hij rijden. Nou, we verdedigen deze wagen. Ik hoor dat er een sniper is. En een sniper ben ik niet blij. Want die kan mij natuurlijk heel makkelijk hier afschieten. En ik blijf maar rustig hier bovenop zitten. Ik zie hier een gastje in het rood. En inderdaad, die gaat gelijk op het schieten. En dat willen wij natuurlijk niet. Oh shit, er zit een sniper. Hij richt op mij. Hij heeft me niet kunnen doden. Nog niet. Nee, 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 nee. Ik probeer alles aan te doen om de sniperkogels te ontwijken. Hou eigenlijk om te genezen. There we go. Ik word nog flink beschoten door een gast achter deze zandzakken. En ik ben bijna out of ammo. In ieder geval, de sniper is dood. Ik wil eigenlijk gaan liggen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Nou, we zijn in ieder geval hun voorbij. De truck is in ieder geval een beetje beschadigd. Maar ik heb natuurlijk ook nog mijn noobtube. Waarom heb ik dit ding niet gebruikt? Deze ga ik gebruiken voor de volgende tegenstanders die we tegen gaan komen. Als ik weer een sniper zie, dan schiet ik hem wel zo'n mooie bom onder zijn reet. Ik weet niet hoeveel kogels ik heb, maar dat zullen we straks wel zien. Eerst de sniper uitschakelen als er een sniper is. Nou, zo te zien hebben wij geen hulp nodig hier. Want de olifant doet al het werk. Nou, dankjewel meneer de olifant. Zolang die mij niet aanvalt. Er komt een voertuig aan. Oh shit, waar komt het voertuig aan? Deze kunnen we wel kapot schieten met een hoopshoop. There we go. Multikill. 2 kills, 60 punten XP erbij. En daar zat ook een groepje vijanden. Als ik nou raak had geschoten, had het geschild. Deze kan ik alle drie uitschakelen met één noobtube. En ik zie er daarboven nog een aantal lopen. Ik zie barrels. Barrels doen het ook wel wat leuk. Zo. Er loopt daar nog eentje langs. Het lijkt erop dat ik geen ammo meer heb. Ze kunnen makkelijk door het hout heen schieten. Shit, 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 shit. Hij richt een turret op ons. There we go. Weg, auto. Alleen, ik heb een probleem. Ik heb nu geen ammo meer voor mijn assault rifle. Hopelijk is deze rit niet zo lang meer. Ik ben bang van wel. En ik heb alleen nog maar noob tubes. En zo te zien heb ik nog 7 noob tubes in mijn magazijn zitten. Ik zie die gast van blauwe golden pet zie ik juichen. Dus volgens mij gaan we de goede kant op. Ik zie nog meer spelers van het gouden pad. Dus volgens mij zijn we aangekomen op onze bestemming. Nou, jongens, graag gedaan. En het is gelukt. Een gewapende escorte. Ja, ga nou maar niet zo schieten in de lucht met je kogels. Geef anders de kogels maar aan mij, want het is een beetje zonde, want ik zit in kogelnood. Nou, whatever. Hier zie ik al voor mij weer wat ammo liggen. Hou X ingedrukt om munitie op te pakken. There we go. En ik hou gewoon nog een keer X ingedrukt. Voor mij heb ik nu alweer genoeg kogels. Maar we moeten verder met de missie waar we mee bezig waren. Dat was de missie de slapende heilige. Bereik de locatie van de slapende heilige. Ik vind het helemaal mooi, maar waar moeten we heen? We zijn een stukje teruggereden. Op zich maakt het niet heel veel uit, want dit stuk van de weg moest ik toch al terugrijden. Dus laat ik een markering zetten. En hier even een auto weten te zoeken. Zijn er geen helikopters hier in de buurt? Nee, volgens mij niet. Laat ik eerst mijn waypoint maar zetten richting een auto. Weet je, kan ik dit busje niet meenemen? Nee, ik kan hem alleen repareren. Nou, oké, ik repareer hem wel even. Dan zijn ze waarschijnlijk helemaal blij met me. Oké, en nu peren we hem. Ja, we gaan op weg naar een voertuig die hier om de hoek geparkeerd staat. We rennen even door. IJ, je hoeft niet buiten adem te raken. Oké. Als het goed is, is hier 70 meter vandaan een voertuig. We hebben ons waypoint daar op dit moment op staan. En te zien komt er rook uit mijn toekomstige auto. Dus of ik daar blij mee moet zijn, weet ik niet. Maar we kunnen hem vast wel repareren. There we go. Het gaat gelukkig lekker snel. Gaat sneller als in de garage hier in Nederland. Als er rook uit mijn auto komt, is hij nooit zo snel gerepareerd. Maar ja, deze keer wel. Laten we opnieuw een waypoint zetten richting ons echte objective van deze video. En de waypoint staat. Laten we instappen. En die kant op gaan. Ik ben bang dat ik nog
een redelijk gevecht te verduren gaan krijgen zo, ja, straks. Of zo straks. Ja, zo straks. Whatever. In ieder geval, we rijden hier omhoog. We volgen de cruise control. Dat was het verkeerde knopje. There we go. En we gaan die kant op. Nog 200 meter. We zijn er eigenlijk best dichtbij. Het is daarboven ergens op een berg. Ik weet niet hoe we daar moeten... Oh shit, terug. Dat was de afslag die je moest hebben. Zo. Ik zie hier ook een auto ondersteboven liggen. Voor mij is dat een auto die ik zojuist heb genoeptjoept. En ik heb een beetje last van de modder hier. Zoals je ziet, mijn auto die slipt nogal. Ah, oké, we rijden nu weer de goede weg omhoog. En zijn op weg naar mijn objective. En we gaan er alles aan doen om deze beelden te beschermen. Want natuurlijk wat we niet willen is dat deze supergrote mooie beelden worden vernietigd door onze vijand. We volgen de weg. Nog 90, 100 meter ongeveer. Maar ja, het zijn bochtige weggetjes. Dus we doen er wat langer over. Wij zijn aangekomen bij een poort. Een poort van het Golden Pad. En is het hier veilig of niet? Dat is de vraag. Volgens mij kunnen we gewoon naar binnen. Of zijn hier vijanden aanwezig die het al hebben overgenomen? Ik zie hier wel posters hangen met no golden pad. En ik ben bang dat dit dus al overgenomen is of iets dergelijks. Maar de deur gaat niet zo makkelijk open. Misschien kunnen we de deur openen met deze super vette gun. Zo. Misschien kunnen we de deur er wel gewoon uitschieten. Wie weet. Ik zie daar aan de zijkant de rode dingen staan. Wat zijn dat? Nee. Nee, dat gaat hem denk ik niet worden. Dus laten we maar op een andere manier gaan proberen. Eens even kijken. Ik zie hierboven allemaal bruggen en dergelijke. Is dat een mogelijkheid om een haak heen te schieten? Voor mij wel, maar voor mij is het iets te ver weg. Waar kunnen wij hier veilig omhoog? Ik wil ze eigenlijk van boven gaan benaderen. Goed kijken. We horen vette muziek. Dat betekent dat de vijanden in de buurt zijn. Ik hoor ook al vijanden in de verte praten. Nou, maar laten we eens even kijken. Kunnen we aan de zijkant er langs? Of wordt dit mijn dood? Ik zie hier een grappling hook locatie. Dus we gaan ze via een sneaky manier aanvallen. Oh, nou, there we go. Kunnen we hier opnieuw een grappling hook naar boven schieten. En dan zwaaien we om deze hoek heen. Oh shit. Yep, there we go. Loskoppelen. Hier moeten we een aantal gevaarlijke sprongetjes maken. Ondertussen lijkt net ja, Janet Jones. Ik spreek het straks verkeerd uit. Maar there we go. We gaan hier omhoog. En kom op. Klim omhoog. Klim omhoog. Ik kan het. Gaan we via de rots van doen of gaan we gewoon omhoog klimmen? There we go. Ik hoor ze nog steeds praten. Oké, dit is wel echt een dode sprong als ik deze ga doen. Is er niet een manier hoe ik daar veiliger kan zien te komen? Laat ik toch mijn grappling hook daarin schieten voordat ik helemaal naar beneden val. Of moet ik hier ergens omhoog? Goed kijken. Yes, ik zie daar een haak waar ik een haak heen kan schieten. Laten we zwaaien aan de overkant. Dat is best wel een redelijk grote zwaai die we zojuist hebben gedaan. Volgens mij kunnen we hier nu naar boven. Zoals je ziet, er lopen vlaggetjes. En deze vlaggetjes moeten wij zo te zien te volgen. En ik kom nu bovenaan op een rots. Een hoge rots waar ik voor mij overzicht heb. Oh shit. Holy shit, voor mij ben ik te laat. De explosies gaan af. En er komt een hele grote stofwolk om me af. Ik moet snel dekking zoeken. Bereik de ontstekers en maak hem onschadelijk. Hopelijk zijn niet alle beelden op dit moment al vernietigd. Oh shit, ze mogen me nog niet zien. Oké. Ik zie daar boven veel snipers. Dus laten we snel elke keer van punt naar punt rennen zodat ze me niet doorhebben. Ze spotten me op dit moment al en ze hebben me gespot. Dit is niet mooi. Dit is helemaal niet mooi. Ze beginnen al mij te schieten van alle kanten. Ik weet ook niet waar ik heen moet rennen om dekking te zoeken. Voor mij was dit mijn laatste spuit. Oh shit, er begint zelfs een timer te lopen. Wat er allemaal niet heel veel makkelijker op gaat maken. En ik kan daar een grappling hook heen schieten. Zodat we naar boven kunnen klimmen. Snel klim omhoog voordat ze me beginnen te schieten. Terwijl ik hier aan een touw hang. Dan word ik zeker weten neergeschoten. Oh shit. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Wauw. Voor mij sta ik hier helemaal niet handig. Volgens mij ben ik gewoon naar een random plek geklommen waar ik helemaal niet heen hoef. Is hier nog een veilige plek omhoog, jongens? Er zit alleen maar een ontsnappingsweg of zo. Fucking hell, dit is gewoon een escape route. Oké, de timer loopt door. Ik moet nu echt iets gaan doen.
Ik zie daar een aantal gastjes met guns op mij richten. Moet ik op ze schieten of niet? Ga ik deze sprong overleven of niet? Nee, ik moet toch weer naar beneden toe. Oké, hier ben ik heel erg veel kostbare tijd verloren gegaan. Zo. Loskoppelen. En we gaan toch terug. We gaan terug in de fight. We hebben nog 4 minuten om allemaal guards uit te schakelen. We gaan voor die headshot zover het kan. En we rennen gewoon van muur naar muur. Ik zie daar een of andere dude met een mes om afrennen. Die kan me niet zo heel veel maken. Ik zie zelfs dat de bommen om me heen afgaan. Ik word op dit moment gelokt door een sniper. Ik zie een rode straal. Fuck, fuck, fuck. Ik moet... Oké, hieronder sta ik veilig. Ik heb nog 60 kogels. We klimmen hier omhoog. Ik zie veel rode stipjes op de map. Ik zie ze ook achter me. Maar ik moet toch een beetje doorrennen, want de tijd dringt. Hier is een guy met een gun. Er zit hier ook iemand achter me aan. Die heeft geen tijd om zijn wapen te pakken, omdat hij net omhoog geklommen is. We moeten toch weer verder. De tijd tikt nog steeds door. Hierboven zitten snipers, die kunnen wij volgens mij nu zien. Oh shit, oké, daar zit een sniper. Hij heeft nog niet door waar ik zit. Oh, dat was een beautiful headshot. Laten we snel doorrennen, ik zie hier nog meer snipers zitten. Het maakt me niet makkelijk. Ze schreeuwen mijn naam, omdat ze me allemaal willen vermoorden. En hij klimt hier en doet naar beneden. Ik weet niet wat hij wil doen. Hij leek net een beetje een suicide bomber hoe hij om me af kan rennen. Klim hier omhoog. There we go. Ik zie hier rook. We hebben in ieder geval weer wat ammo opgepakt die daar lag. Ik zie ook een aantal barrels. Ik wil de snelste manier doen om naar boven te komen. Dit is gevaarlijk. Ik sta nu naast een rode barrel die elk moment kan ontploffen op het moment dat de enemies opschieten. Ik ren door. Ik zie hier een trappetje, een houten trap. We gaan naar boven. En voor mij beginnen we nu echt in de buurt te komen van de enemies. Ik zie hier nog een guard staan. Die heeft mij nog helemaal niet door. Die schiet ik in de rug. Zijn er nog meer gevaarlijke guards? Volgens mij valt het mee. We pakken wel munitie op en we gaan de bommen uitschakelen. Ik zie hier een kastje staan. En druk X voor interactie. Het lijkt erop dat de bommen zijn ontmanteld. Verdedig het overgebleven beeld. Oké, ik heb nog steeds de noob tube. Heb ik daar ook ammo nog voor? Zo te zien heb ik 12 noob tubes. En er komen aardig wat guards aan. Maar probeer ik... Laat ze maar komen. Ik zie daar al genoeg rode barrels die ik kapot kan schieten. En... Er staat er zelfs eentje hier naast de rode barrel. Nou, die ga ik niet de rode barrel voor schieten. Hij is te dichtbij. Versterkingen komen er zo meteen aan, zie ik al. Ik probeer zo min mogelijk rode barrels op dit moment kapot te schieten. Dat doe ik wel als de versterking eraan komt. Zodat ik meer in één keer kan opblazen. Meer enemies dan dat ik hem nu gebruik tegen één enemy. Ik zie hier ook nog een rood ding liggen. Het lijkt ook op een bom. Hij brandt rood. Ik vind het niet fijn om naast een bom te staan. Wie weet kunnen ze op afstand laten afgaan. Oké, voor mij komen nu de versterkingen eraan. Inderdaad. Het zijn er best wel veel. Oh shit, er staat er een naast me met een mes. Er staat met een mes om het te slaan. Een noobje opschieten van zo dichtbij is niet zo handig. Kom op, pak je normale wapen. Oh wow, waar is mijn normale wapen? Waar is mijn normale wapen? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oké, fuck dit. Dan was hij voor. Boom. Waar is mijn normale wapen nou? Oh, moet ik hem lang ingedrukt houden volgens mij. Ja, yeah, there we go. Dit gaat helemaal fout. Want eigenlijk had ik mijn noobtube natuurlijk op die auto moeten schieten wanneer ze aankwamen. Maar, dan maar zo. Pak op, pak je noobtube. Geen C4's. Kan wel, maar het is niet de beste strategie. Oké, nu heb ik mijn noobtube in de hand. Waar zijn ze? Ze zijn al redelijk dichtbij volgens mij. Ze zijn druk naar boven aan het klimmen. There we go. Ik sta ook niet helemaal meer boven waar ik zo veilig stond. Ik ben naar beneden gevallen. Wat er allemaal niet heel veel makkelijker op maakt. Ik ren hierheen. Ik zie heel veel rode stipjes. Ik doe het op de niet handige manier. Maar we proberen ze allemaal wat te killen op deze manier. Zullen we kijken. Daar staan er ook nog 2. Zo. Er staan nog een aantal bij de barrels. Het zijn er 2 dicht bij elkaar. Er staat er 1 die op afkomt. Rennen van dichtbij. Huppakee, jammer. Maar met een mes gaat het je niet lukken. Ik zie er daar nog eentje staan. Moeten we die met een noobje uitschakelen? Nou ja, waarom niet? Huppakee, vol op je hoofd. Ik kijk nog even rond. Ik sta hier op zich ook redelijk goed. Maar er komen versterkingen aan ondertussen. De vraag is, kan ik die weer beschieten met een noobtube? Misschien blazen ze dan wel deze keer een hele auto op. Nope, ik zie hier nog een guard staan normaal. Als hij omhoog klimt, is hij heel zwak. Nou komen er inderdaad wel versterkingen aan. There we go. Kijken of we elke keer multikills kunnen schieten nu. Want ze komen natuurlijk in grote getalen aanrennen. Ik zie er daar nog 1. Daar zijn er weer 2. Huppakee. Helaas niet raak geschoten.
Ik hoor ook een helikopter aankomen, wat het me allemaal niet heel veel makkelijker gaat maken. Misschien kan ik die uit de lucht schieten, toch met een noobtjoep. Gelukkig heb ik er nog een aantal. Oké, nou gaan we toch weer even voor een noobtjoep, want er staan een aantal bij elkaar. Huppakee, double kill, there we go. En een dikke explosie van een ammo crate die ik zojuist kapot heb geschoten. Er komt weer zo'n mogol aanrennen met een mes. Die kan me niet zoveel maken. Ik hoor een helikopter. Waar is die helikopter die op mij loopt? Die zo op mij gaat schieten waarschijnlijk. Laat ik naar een hoger punt gaan waar ik overzicht heb. En waar ik de helikopter kan zien aankomen. Misschien kunnen we uit de lucht schieten met een... Oh shit. Met een noobtjoep. Ja, jij was je wapens gaan switchen. Jammer man. Waar is dat ding? Ik hoor iets wat op een helikopter lijkt. Wat mij toch een beetje een beangstigend gevoel aan het geven is. Zijn ze aan het abseilen van de helikopter? Dat kan natuurlijk. En ik word nu beschoten door iets. En ik weet niet waar het is. Waar is het? Waar is het? Waar is het? Ik hoor nog steeds een helikopter. Maar waar? Waar is de helikopter? Ik heb nog 3 noobtubes. Die wil ik niet gaan verspillen op random rondlopende poppetjes. Die wil ik gaan verspillen op een helikopter die ik hoor. Nou. Oké, ik ben op dit moment out of ammo, dus laten we even naar boven rennen. Hopelijk dat er nog wat ammo te vinden is uit de weapon crate die hier staat. Inderdaad, druk X voor ammunition. Heb ik ook mijn noobtubes weer aangevuld? Ja. En nu heb ik er zelfs 11. Oeh, is een helikopter van de tegenpartij? Ik denk het wel. Kunnen we die makkelijk raken? Er hangt zelfs een dikke machine gun onder. En het is ontiegelijk moeilijk om dit ding te raken. Als ik dit had geweten, had ik eigenlijk een RPG nodig gehad. Maar misschien dat we hem toch weten te raken in de lucht. Ik schiet er meerdere keren onderdoor. Misschien als hij dichterbij komt, kan ik hem gaan raken. Misschien moet ik nog net iets hoger mikken dan. Net iets hoger, zoiets. Nee, en de helikopter heeft op dit moment geschoten op de ammo crate waar ik achter stond. Die nu zojuist is geëxplodeerd. Waardoor ik ben doorzeefd met kogels. Oké. Ik ben gewoon dood. Ik ben gewoon hartstikke dood. Ik vraag me af hoe ver we terug zijn. Verdedig het overgebleven beeld. Dat lijkt erop dat ik dit hele stuk wat ik net allemaal heb gedaan opnieuw moet gaan doen. Ja, zorgt er wel weer voor dat de video wat langer wordt. Dus mensen die het leuk vinden bij deze. We gaan deze keer wat beter aanpakken. We hebben geleerd van onze fouten. En ik zie daar beneden een aantal enemies staan. En ik weet dat er elk moment nu een auto aan gaat komen. Nou, daar komt eentje aanrennen met een mes. Die kan me niet zo heel veel maken. Die kan ik makkelijk neerschieten op deze afstand. Zolang die daar stil blijft staan. There we go. Er komt de auto aan. Waar ik deze keer wel raak de noobtje op wil gaan schieten. Ik schiet hem ietsjes te hoog. Ietsjes te laag. Oké, there we go. Multikill. Dat gaat makkelijk. Er komt weer een aantal naar boven rennen. There we go. Ik weet nu waar ze ongeveer staan. Staat er nog een gastje achter hem? Ik weet het niet. Moet iets hoger mikken op zo'n grote afstand. Er komen nu weer een aantal naar boven rennen. Met messen en dergelijke. Ik zie dat er hier eentje is. Hallo mijn vriend. Maar dat gaat hem niet worden. Opnieuw komt er weer versterking aan. En deze keer zijn het er iets meer. Ik hoor dat er eentje dichtbij begint te komen. Inderdaad, die zit daar. Die schakelen we uit met een mooie headshot. En er is weer een auto gearriveerd. Daar. Raken we de auto? Nee, we schieten net voor de auto. Laat ik iets hoger mikken. There we go. Kom op. Boom. Weg auto. Multikill. 4 man dood. Maar er zijn ook al een aantal enemies die naar boven aan het klimmen zijn. En die schakelen we op deze manier uit. Ik pak op dit moment nog even extra ammo die ik zojuist heb verspild. Ik weet als de helikopter weer eraan komt. Dat ik absoluut niet bij die ammo crate moet gaan staan. En daar komt de helikopter aan. Er komt hier ook zo'n mogol met een mes. Hallo messenwerperman. Dat gaat er niet worden. Hier staat de sniper. Ik kom heel dicht bij de sniper. Snipers kunnen natuurlijk weinig doen van dichtbij. There we go. En nou gaan we kijken of er nog een aantal... Oh shit, er komen er nu best wel veel aanrennen. Die klimt omhoog. Die zijn al makkelijk uit te schakelen. Kom maar mijn vriend. Jammer, maar helaas. Komen nog meer mensen, gastjes aan. Klimt hij hier omhoog? Nee. Ja, there we go. En hij gooide een granaat. Die helaas ontploft is voor zijn neus. Oké, daar zien we de helikopter weer. Deze keer gaan we hoger gaan mikken op de helikopter. Hopelijk kunnen we hem raken een keer. Het is moeilijk om een helikopter te raken die in de lucht hangt met een noobtjoep. Laten we toch even omhoog klimmen. Ik zie hier weer dat er een aantal aankomen. Dat kunnen we wel uitschakelen met een noobtjoep. There we go. Ik heb heel erg veel zin om naar boven te rennen. Om toch eventjes nog wat extra kogels te pakken. Ik ga het toch doen. Ik ga het toch doen hoe gek ik ook ben. Ik hoop niet dat hij te makkelijk ontploft. Hou X ingedrukt. There we go. Ik ren maar weer snel weg. En een noobtjoep kogels bij. Nee, ik word op dit moment geraakt door iets. Een granaat of wat het ook was. Ik weet het niet precies. Het komt in ieder geval dichtbij. Hier een guy die op me begint te schieten. Een helikopter die op me loopt te schieten. Hoe gaan we dit op te lossen? Ik weet dat hier toevallig een sniper ligt. Is een sniper misschien het ideale wapen
om dit probleem op te lossen. Er ligt hier ergens een sniper in ieder geval. Ik heb die guy net neergeschoten. Nou ja, ik weet het niet. We klimmen omhoog. We pakken de houten trap. Hopen dat we niet naar beneden vallen. We hangen hierboven. Is het nu het moment dat we moeten gaan vluchten? Of is dit het moment dat we nog steeds moeten gaan verdedigen in alle macht? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik nog steeds de beeld moet verdedigen. Want ja, een helikopter. Je kan ook makkelijk een beeld kapot schieten. Nee. Oh, wacht. Misschien wel goed. Ik ga de tokkentouw terug waar ik heen moest. There we go. Er wordt alleen op dit moment op mij geschoten. De ammo crate is opnieuw ontploft. Dus daar hebben we niet zoveel meer aan. Het gaat nu echt om raken schoten. Gaat het me lukken? Ik weet het niet. There we go. Even iets hoger mikken. Ik heb tot nu toe voor mij nog geen één keer dat ding geraakt. Voor mij schiet ik er gewoon dwars doorheen. Ik weet niet wat er gebeurt. Is die helikopter wel uitschakelen? Dat is een beetje de vraag nu. De ammo crate is kapot. Ik heb hier dus niet zo heel veel meer te zoeken. Het wordt lastig. Het wordt heel erg lastig. Ik hou de noobtje op toch maar. Ik pak het sniper maar even op. There we go, sniper. Wordt de sniper het wapen waarmee een helikopter uit de lucht gaat schieten? Ik weet het niet. Ik heb wel meerdere keren nu geschoten op de piloot. Zoals je ziet, de piloot is nu wel getarget. Je ziet een rood icoontje bij de piloot. En ik zie nu ook dat hij er nu aankomt. Hou onze adem in, we proberen het nog een keer. De piloot leeft nog steeds, helaas. Maar ja, komt al een moment dat die piloot toch een kogel door zijn hoofd krijgt. En laten we hopen dat de helikopter dan neerstort. Hij komt er nu opnieuw aan. Hou onze adem in. Probeer raak te schieten, maar dat is niet zo makkelijk. En de turret onder de helikopter begint om het te schieten. Maar is dit de juiste manier om die helikopter uit te schakelen? Dat is de vraag. Kunnen we wel een helikopter op deze manier uitschakelen? Dat is ook de vraag. Ik heb tot nu toe nog geen helikopter op die manier uitgeschakeld. Lijkt me wel dat ik echt wel meerdere keren nu door de cockpit eruit heb geschoten. En dat hij wel elk moment dood kan gaan nu. Ik klim even naar een ander punt. Eens even kijken, wat ligt hier? Een kistje. Waarschijnlijk niet een kistje waar wij nu een keer een RPG in gaan vinden. Kunnen we van hier nog beter zien. Misschien kunnen we wel via achter door het luik heen schieten om hem te raken. Het lijkt wel op dat ze me nu doorhebben waar ik zit. De helikopterpiloot is niet blij met mijn komst, denk ik. Kijk, van dit punt bedoel ik. Dat ik hem bijvoorbeeld in zijn rug weet te schieten. Dat zou een mooie manier zijn. Ik ben helaas weer naar beneden gevallen, dus mag het houten trappetje opnieuw opklimmen. Waarschijnlijk doe ik het heel dom. En dan zegt iedereen op YouTube dat ik het anders had moeten aanpakken. Maar ik heb geen idee. Misschien had ik al lang mogen ontsnappen. Kijk, dit is het moment. Misschien kan ik hem in zijn rug schieten. Nee, dat is toch moeilijker als gedacht. Moet ik ontsnappen? Of moet ik hem killen? Maar we proberen de noobtube nog wel eens een keer. Hij vliegt nu redelijk stil. Kunnen we nu kijken of we er echt doorheen kunnen schieten? Misschien wel. Nou, kom op zeg. Dat kan toch niet? Hoe kan ik dat ding nou missen? Ik flikker opnieuw naar beneden. Ik klim nog een keer de houten trap op. Het wordt wel een lange video op deze manier. Het gaat hier om een helikopter die ik uit de lucht moet schieten, maar hoe? Oké, sniperkogels zijn op. Helaas, dat gaat het niet meer worden. Voor mij heb ik hem geraakt. There we go. Ik heb hem voor mij eindelijk geraakt. De helikopter is dood. Oké, nou moeten we zomaar proberen te gaan ontsnappen. Ik heb geen kogels meer. Ik klim nog even naar beneden. Want ik weet toevallig dat mijn assault rifle hier ligt. En ik denk dat die handig is om toch mee te nemen in plaats van de sniper. Waar is mijn gun? Hij hoort hier ergens te liggen. Voor mij ligt hij ook nog wel ergens. Want ik heb mijn gun omgeruild. Nee, dat is niet het wapen waar ik het over had. Hier ligt mijn wapen. Met de mooie red dot sight erop. 75 kogels. Hier moeten we wel mee zien weg te komen. Steek de vuurpotten aan. Dus laten we dat snel maar doen. Ik hoop dat dit een soort signaal is naar de Golden Pad. Dat ze me kunnen komen ophalen. En dat ik hier mijn werk heb gedaan. En ik zie dat er nog een aantal guys aankomen. Is het een voertuig? Ik hoop het niet. Ik zie rode stipjes, maar waar? Waar zijn ze? Waar zijn jullie? Waar houden jullie schuil? Bij de trap daar. Volgens mij wel. Oh, hallo my friend. Oeh! Dat zag er nogal bloederig uit. Hij is helemaal uit elkaar geklapt.
Waar is die guy die ik daar op de kaart zie? Is het de vuurpot die ik aan moet steken? Nee, de vuurpotten zijn hierboven. Waar boven? Oh, in de handen! Holy shit. Oké, het maakt het wel moeilijker. Het zijn niet zo makkelijk plekje. Komt weer een omhoog klimmen. Hallo, mijn vriend. Het gaat jullie echt niet meer lukken om mij nu tegen te werken, want ik heb het hier bijna helemaal overgenomen. Eens even kijken. Hou X ingedrukt voor je grappling hook. Ja, laten we dat maar snel doen. Laten we omhoog klimmen. En voor mij krijgt Amita, geloof ik, op die manier wel een sign van, hey, de andere twee, of de andere, het andere beeld is gered voor de ondergang. Nou, ik zie hier een vuurpot. Laat hem snel aansteken. There we go. X voor interactie. Laten we de andere aansteken. Is er niet een makkelijke manier om daar te komen? Ja, via dat platformpje daar. Kunnen we waarschijnlijk naar de andere kant slingeren. Zo. Oh shit, ik slinger heen en weer. Ik hang nu niet op een hele comfortabele plek. Oh shit. Oké, ik laat mezelf snel naar beneden zakken. Kijken waar die enemies zijn, want ik hoor nog iemand mijn naam roepen. Oh ja, oh, jullie staan daar gewoon stil. Nou, dan gaan we gewoon headshot schieten, ook goed. Ha, jongens, helaas, dat is kut voor jullie. Ja, ik zou ook maar naar boven rennen. Oké, ik moet die andere vuurpot gewoon snel aansteken. Dus waar kan ik mijn grappling hook heen schieten? Toch daarheen, ik weet het niet. Waar is die enemy die ik hoor? Waar ben je nou? Waar ben je nou? Waar hou je schel? Oh, daar zit je. Oh shit. Ik ben vol geraakt zojuist. Maar van waar? Weet je, we gaan toch maar omhoog. Waar is dat ding? Oh, X ingedrukt voor interactie. We klimmen snel omhoog, zo snel als ik kan. Zodat ze me niet kunnen raken. Voor mij word ik beschoten door een sniper op dit moment. En voor snipers ben ik nogal gevreesd. Even kijken, waar zijn die enemies? Loopt er daar weer één beneden? Als ik hierboven sta, heb ik al een goede advantage. Dan kan ze makkelijker in hun hoofd raken. Van boven. Helemaal als ze klimmen, want dan kunnen ze niet zoveel. Nu gaan we nog één keer proberen de zwaai. Van hier naar de overkant. Maar ja, is het de juiste manier? Ik weet het niet. Ik ga er maar netjes voor staan. En we zwaaien en we klimmen omhoog. En yes, there we go. We steken de andere pot aan. Dit is het moment. De slapende heilige. Missie voltooid. 800 XP erbij. Oké. Oké. Ik moet snel naar Shanat gaan. Maar ja, er zijn hier nog enemies nog steeds. Dus ik ben nog niet helemaal veilig. Is er een manier hoe ik hier snel naar beneden kan zien te komen? Ik denk dat ik maar even helemaal naar boven klim. En dan een van de kabels neem. Om met mijn tokkeltouw, via tokkeltouw naar beneden te gaan. En op deze manier hier te ontsnappen. Ik zie dat hier nog een aantal bommen zijn geplaatst. Hopelijk komen ze niet terug om het hier af te maken. We gebruiken tokkeltouw. We glijden naar beneden. En Pagan Min laat iets weten. Volgens mij is Pagan Min niet zo blij. Being someone else's hired gun does not suit you, my boy. Why do you think Amita and Sabal are trying so hard to woo you? Ja. Oh shit. Hij heeft een RPG in zijn hand. And they damn well should be. Zijn er nog meer enemies aanwezig hier? Volgens mij niet. Volgens mij ben ik veilig. Laten we deze auto jatten van hun. En laten we maken dat we wegkomen hier. Ja. Ik ga eens even kijken. Ik zie daar zelfs nog iets veel vetter staan. Laten we even uitstappen. Zo. Oh, laten we uitstappen. Want hier is zo'n paraglide ding. Waar we elk moment mee naar beneden kunnen gaan. Dus ik pak hem vast. Zo. En als ik wil, kan ik elk moment naar beneden vliegen. En waarschijnlijk, zo te zien, vliegt hij gelijk al naar beneden. Laten we even kijken waar we heen moeten. Wij moeten nu naar Amita toe. Maar waar de fuck is zij? Maar is ze heel erg ver weg. De luchthaven van Krayat. Klinkt interessant. Misschien moeten we toch eens een keer die kant op gaan. Maar we moesten naar een bepaalde stad toe. Waar Amita zich schuil houdt. Ik zie in ieder geval een nieuwe campaign missie voor Noor. Maar ik weet niet eens wie Noor is. Noor is nieuw. Maar ja, waar moet ik heen? Ik zie hier iets blauws. Nou, volgens mij is ze hier niet meer in de buurt. Als ik zo goed kijk. En dan gaan we straks inderdaad hierheen. Want ik zie hier ook Shanat staan waar we voor mij heen moesten. Ik vlieg dit nog eventjes af. Ik ga ergens een mooie landing proberen te maken. En dan in de volgende video gaan we verder met de campaign van Far Cry 4.
Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Ik vond het een hartstikke leuke video. Hopelijk vonden jullie het ook erg leuk. In ieder geval iedereen bedankt voor het kijken. En hier met de wingsuit sluit ik af. En ja, vergeet niet te liken als je deze video nog niet geliked hebt. En vergeet niet te subscriben als je nog geen trouwe abonnee bent van mijn filmpjes. Ja. Oké, ik zie hier dat ik iemand kan helpen, maar daar heb ik nu even geen zin in. Want ik probeer ergens te landen dat ik mijn fast travel kan gaan gebruiken. Gaan we hier landen? Een soort van crash landing, maar het is gelukt. We gebruiken de fast travel om naar Shanat te gaan. En als we daar aangekomen zijn, dan gaan we daar verder met de volgende video. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Laters!